Welkom bij deze aflevering van RPL Actueel. We zitten aan het begin van het jaar, gewoon het getrouw moment in het jaar waarop de veiligheidscijfers van het voorgaande jaar van een gemeente worden gepubliceerd. Hoe staat het met bijvoorbeeld de inbraken, de, de, de overlastmeldingen, uh, geweldsincidenten? Is het toe of is het afgenomen? Dat moet uit die cijfers blijken. Ik praat er in de studio over met burgemeester Victor Molkenboer. Welkom. Wie de cijfers diagonaal even heel snel doorkijkt, die komt niet tot schokkende conclusies dat Woerden heel veel onveiliger of juist veiliger is geworden. Of heb ik dat mis? Nee, maar dat klopt wel. Um, het is, de criminaliteit in Woerden is vrij uh, stabiel. Um, is, uh, dit is in 23 heel licht gestegen, maar minder gestegen dan uh, in, de, in Minder Nederland. Um, maar als je het over meerdere jaren bekijkt, bijvoorbeeld vanaf uh, uh, 2020. Ja, dan uh, is het eigenlijk uh, heel stabiel. En uh, fl fluctueert dat allemaal zo rond uh, de 2000 feiten. Over de hele linie van vormen van criminele feiten. Dan zou je kunnen concluderen dat alle inspanningen die worden ondernomen om de uh, criminele feiten terug te dringen, om het veiliger in deze gemeente te maken. Eigenlijk niet zoveel effect hebben? Dat zou je kunnen uh, stellen. Maar uh, als je kijkt waar we vandaan komen, dan is het aanzienlijk gedaald van de jaren ervoor. Maar je krijgt op een gegeven moment uh, een, een, ja, een vorm van stabiliteit in cijfers. Uh, van, van, van dingen die, die ja, wel vervelend zijn dat ze gebeuren. Maar uh, ja, waar je ook weinig uh, meer tegen kunt doen. Uh, dus uh, uh, fietsen, diefstallen, ja, dat zal altijd blijven gebeuren. En uh, er zit wel een, een, een uitschieter tussen. En, dan, en uh, dan proberen we ook wel na te gaan wat er gebeurt. En dan gaat de politie op zoek naar. Uh, maar uh, dat, dat aanzienlijk terugdringen, dat, dat, dat is... Met geen enkele vorm van beleid bijna te doen. Anders dan dat we mensen moeten vragen. Uh, uh, toch beter op hun uh, spullen uh, te letten. en een fiets op slot te zetten. Vooral elektrische fietsen. Want we zien nu ook weer in de cijfers. dat uh, met name veel elektrische fietsen worden gestolen. Maar uh, we komen er ook vaak achter dat uh, fietsen niet op slot staan. Ouderen vergeten hem wel eens op slot te zetten. Die zitten hem dan even bij een winkel, vergeten hem op slot te zetten. Ja, en dan, dat is bijna vragen om hem uh, weg te halen. De misdaadcijfers van het afgelopen jaar geven dus uh, geen reden tot, uh, tot zorg. Uh, het, het kabbelt een beetje op en neer. Is af en toe ook afhankelijk van, uh, van toevalligheden. Uh, wel blijkt dat uh, de, uh, de vorig jaar ingezette campagne uh, Meld misdaad anoniem uh, zijn vrucht heeft afgeworpen. Ja. In welke zin? Dat er uh, meer meldingen bij uh, misdaad anoniem binnenkomen. En, uh, en nou, dat heeft effect. Die worden ook opgepakt, dat blijkt ook, want daar gaat men mee aan de slag. Uh, en dat, dat gaat vaak niet meteen, hè, want het moet wel uitgelopen worden. En uh, dat heeft ondanks uh, tot uh, twee succesvolle acties geleid. Uh, het opsporen van uh, gestolen iPhones, die net waren gestolen bij uh, Schiphol. Maar ook uh, tot uh, verschillende uh, drugsvangsten. En hoe werkt dat dan? Misdaad, meld misdaad anoniem? Nou, inwoners zien vaak ongewone activiteiten. Op ongewone tijdstippen. Of bij bedrijven waar eigenlijk nooit wat gebeurt. En af en toe is een enkel autootje midden in de nacht gaat en komt. Nou, dat zijn signalen waar we eigenlijk behoefte aan hebben. Want dat gaan we controleren. Vaak zijn het ook gebouwen waar dan ook nog camera's staan te draaien. En er gebeurt verder niks. Nou, je kunt. Bijna er automatisch van uitgaan dat het dan niet pluis is. Nou, de politie loopt dat uit, kijkt naar nummerborden, gaat op surveillance en we gaan kijken of er nog andere signalen zijn. En dan gaan we naar binnen en vaak is het dan succesvol. Recent heeft u nog aangekondigd dat met name rond drugs. Uh, een campagne gestart zou worden om uh, meer informatie te krijgen. Mensen beter bewust te maken uh, dat sommige dingen niet kloppen uh, en dat ze dat misschien eens uh, uh, bij de politie moeten melden. Uh, dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde van misdaad, meld misdaad anoniem. Uh, is daar al effect van? Van die campagne? Jazeker, uh, we krijgen best veel signalen binnen. En, uh, maar we werken ook preventief. Hè. We hebben nou onlangs uh, weer een aantal uh, 20 tot 30 garageboxen bezocht. Dat kondigen we dan aan bij de eigenaar. Want garageboxen zijn natuurlijk ook bij uitstek zo'n plek voor opslag. Uh, nou, dat kan allerlei gevolgen hebben. Uh, zeker als dat uh, uh, materiaal is wat uh, kan ontploffen. Uh, daar wordt goed aan meegewerkt, ook door eigenaren, maar daar gaat wel een preventieve uitstraling uh, naar uit. Dat uh, ja, als je in een garagebox uh, dingen doet die niet uh, kloppen, dat je dan wel af en toe ook het risico loopt dat we uh, toch ook even binnenkomen kijken. Uh, veel uh, criminele feiten, daar, daar kun je als gemeente bijvoorbeeld voor waarschuwen. Hè. Zet je fiets op slot, uh, zorg dat het licht brandt als je, als je niet thuis bent, enzovoort. Een, een, een moeilijk uh, onderdeel is mogelijk uh, de digitale criminaliteit. Het, uh, het oplichten van vooral oudere uh, uh, bankfraudes, enzovoort. Ziet u daar nog een taak voor de gemeente om daar uh, voorlichting over te geven? Of, of, ja, we gaan dat uh, ook doen hè, in samenwerking met de oudere organisaties. En uh, het is wel iets gezakt, maar nog steeds veel voorkomend. Zelf kreeg ik ook uh, gisteren weer een appje van uh, Paps. Uh, mijn telefoon is stuk gevallen. Ik heb een nieuwe telefoon. Wil je me even bellen voor het nieuwe nummer? Nou, da, da, dan weet je dat dat al niet goed zit, hè? Uh, dus, uh, nou, dat, dat, dus dat komt best nog heel veel voor. En, uh, uh, pasjes aan de deur, vooral met ouderen. En, uh, nou, daar, daar, daar valt preventief veel aan te doen. Maar wat veel erger is, is natuurlijk het uh, digitaal inbreken bij bedrijven. We hebben natuurlijk ook uh, met uh, de OKW-ondernemers uh, voorlicht in de activiteit op dat terrein. Van, uh, hoe kun je dat dus zo goed mogelijk uh, minimaliseren? En als het je overkomt, wat moet je dan doen? Oké, okay, dank u wel. Tot zover deze aflevering van RPL Actueel. Als u nog eens terug wilt kijken, dan kan dat via onze website rplboerder.nl of via YouTube. Graag tot de volgende keer.